Hey, welkom ambitieuze toppers. Superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering of kijkt. En Enya, super welkom. Heel tof dat jij vandaag hier wil zijn en te gast bent. Wil jij jezelf even kort voorstellen? Wie ben je? Wat doe je en voor wie? Zeker, hoi. Nou, leuk dat ik hier mag zijn. Ik ben Enya, kom uit Brabant, moeder van twee kinderen en 3 jaar geleden begonnen als VA. En inmiddels werk ik als eventmanager voor ondernemers die eigenlijk al heel lang een eigen event, live dag, workshop, iets willen opzetten, maar daar eigenlijk gewoon niet aan toe komen omdat ze de tijd daar niet voor hebben. Dus daarin neem ik dan eigenlijk alle praktische zaken uit handen en denk ik ook mee over de inhoud. Ben ik de sparringspartner? Ja, dat een beetje. Ja, superleuk. En ik denk dat heel veel vrouwen die dit horen echt zoiets hebben van, oh, wat leuk. niet iedereen houdt ervan, maar er zijn er heel veel die dat heel leuk vinden, dat organiseren. Ja. Hey, en het ondernemerschap, hoe is dat voor jou begonnen? En dan gaan we even terug naar de tijd dat je nog in loondienst was. Weet jij nog waar je toen tegenaan liep en wat ervoor gezorgd heeft dat jij dacht, ik ga ondernemen? Ik kom oorspronkelijk uit de zorg. Superleuk. Op een gegeven moment merkte ik dat ik daar niet meer zo op mijn plek zat. En toen ben ik eigenlijk gaan solliciteren op alles waarvan ik dacht, nou, het lijkt me wel wat, we zien wel waar we uitkomen. Daar ben ik eigenlijk de hospitality ingegaan, vond ik ook heel leuk. Daar was ik heel veel bezig met achter de schermen dingen regelen. Maar ook daar merkte ik op een gegeven moment dat ik een beetje zat van, ja, is dit nou, wil ik dit nou nog blijven doen? Niet per se, maar wat dan wel. Toen raakte ik eigenlijk zwanger van mijn dochtertje. En in mijn, tijdens een van de kraamvisites zei een vriendin van mij van, nou, ik heb iemand gesproken en die is virtual assistant. Echt wel voor jou. En toen dacht ik, ja, lachen. Maar ik ben net bevallen. Ik weet niet hoe je het voor je ziet. Ik ga nou echt niet uit loondienst en mijn veiligheid opgeven. Want ja, gewoon niet. Maar toch maar eens gaan kijken. En zij gaf ik aan van, oh, die persoon heeft een opleiding gedaan bij Danielle. Dus toch maar eens gaan kijken. En toen dacht ik, nou, je hebt gelijk, dit is het. Oh. Dus, want eigenlijk alles wel viel op zijn plek. Dat ik dacht, ja, inderdaad, gewoon mijn eigen vrijheid, mijn eigen dingen doen. Wel achter de schermen bezig zijn, want ik ben dan ook weer niet zoveel op de voorgrond treden. Dus toch een beetje gaan uitzoeken, een beetje gaan oriënteren. Toen heb ik een call gehad met Dennis ook. Om te kijken van, nou, is dit überhaupt iets en past dit bij mijn huidige situatie nu? En eigenlijk is dat balletje heel snel gaan rollen. Want voor het einde van mijn zwangerschapsverlof had ik besloten dat ik de opleiding bij jullie ging volgen. Dus dat is eigenlijk heel snel gegaan dat ik ook dacht, ja, moet ik dit nou wel doen? Ja. Ik weet het niet. Maar daarin wel ook bedacht, als ik dadelijk de vrijheid wil hebben om mijn kinderen, om er altijd te kunnen zijn, bijvoorbeeld na schooltijd, nou, dan is dit wel de kans. Want nu heb ik een soort van de tijd. Leek achteraf ook een beetje tegen te vallen. Maar nu heb ik een soort van de tijd om dit op te zetten binnen die 4 jaar. En als ze daar naar school gaan, dan heb ik gewoon als het goed is iets staan. Dus daar ben ik eigenlijk in. Toen ging het in één keer heel snel. En ook wel met de gedachte van, nou, ik kan altijd die opleiding gaan doen. En ik hoop natuurlijk dat er iets uitkomt. Maar als dat niet zo is, dan is het ook niet erg als ik nog in loondienst blijf. Dus daar begon ik eigenlijk mee. En dat viel zo goed dat ik heb besloten om 1,5 jaar geleden ook uit loondienst te gaan en nou helemaal voor mezelf te ondernemen. Ja. En als je nu terugkijkt naar je loondienst en werken voor jezelf, wat is voor jou het allergrootste verschil? Het allergrootste verschil is denk ik het een stukje kunnen oppakken wanneer je iets op wil pakken. Dus niet per se, je hebt natuurlijk je verplichting naar je klanten toe. Ja. Maar wel dat je kan denken, oh, ik ga deze week zo inrichten en dan ben ik daarmee bezig. En dat niet per se is van, oh, vandaag moet dit gedaan hebben, ook heb je daar geen zin in. Je hebt gewoon echt die vrijheid om op te pakken wat je moet doen. En nou denk ik ook, ja, weet je, alles wat ik aanneem is ook gewoon leuk. Terwijl in loondienst ben je natuurlijk veel meer bezig met taken uitvoeren die iemand anders belangrijk vindt. Ja, ja, dat moet dan. Denk ik, ja. 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 Dus en die flexibiliteit die had je niet zo in je baan- en loondienst qua uren? Nee, minder. Nee, dat was vooral hospitality, dus veel klantenservice. Daar
daar merkte ik gewoon dat er heel vaak dingen gewoon... De echte leuke dingen die bleven daar liggen. Omdat je gewoon zoveel aan de voorkant eerst weg moest werken. En daar werd het natuurlijk druk. Had je met hoogseizoenen te maken. Het was ook heel leuk hoor, daar niet van. Maar ja, dat is natuurlijk een heel andere tak van sport. En dacht ik, oh, hier kunnen we iets vets van maken. Of dit kunnen we laten groeien. Of misschien kunnen we dit nog... Als we dit oppakken, dan loopt dat dadelijk weer beter. Maar daar was gewoon simpelweg geen tijd voor. Dus dan bleef dat allemaal liggen. Mm-hmm. Terwijl daar eigenlijk de dingen waren waarvan ik dacht, ja, als je nou toch wil... vooruit wil en het leuk wil maken, dan moet je dit soort dingen juist op gaan pakken. Ja. Dus ja, dat. Ja. Ja. En toen die persoon dat tegen jou vertelde, had je ooit van het VA-schap gehoord? Nee, nog nooit. Je kende het niet. En toen ben je gaan kijken. En weet je nog wat er door je heen ging toen je de uitleg las over het werken als VA? Wat je op dat moment voelde of ervaarde? Ja, een beetje wat ik net zei. Het viel gewoon allemaal helemaal op zijn plek. Dat ik dacht, ja, gewoon sowieso de vrijheid om de dingen op te pakken die je leuk vindt. Verschillende klanten, want daar is natuurlijk ook wel het... Ik ben in dat opzicht veel te nieuwsgierig. En denk, oh ja, ik vind het leuk om op mijn plek te werken. Maar als ik op een moment alles ken, dan weet ik hoe het werkt. En dan ben ik eigenlijk alweer op zoek naar iets nieuws om die uitdaging erin te houden. Dus eigenlijk zou ik het liefst gewoon in elk bedrijf een keer een dag meelopen. Gewoon om te kijken hoe mensen iets doen of iets aanpakken. En dat sprak me hier ook wel heel erg aan. Ik dacht, oh ja, dan kan ik op zoveel plekken meekijken en onderdeel van zijn. En een stukje bijdragen en dat hopelijk goed afsluiten en dan weer door naar een volgende. Ik denk dat daar wel het meeste was waarvan ik dacht, wow, dit is echt, dit wil ik. Want dit past en hier haal ik daar mijn energie uit, zeg maar. Ja. Ja. Dus, en had je nog een twijfel op dat moment? Dat je dacht, moet ik het wel doen? Ja, vooral op praktisch oogpunt. Een baby van 1,5 maand oud was niet per se tactisch, zeg maar. Ook wel de investering. Dat ik dacht, oh ja, ik zit nou in loondienst. Ik heb net bedacht dat ik nou naar 28 uur ga om te werken. Je wil natuurlijk toch je hypotheek. Je wil gewoon alles kunnen blijven doen wat je doet. Is dit wel verstandig? Ja, geen idee. Dus daar lag wel een beetje de twijfel en ook wel het stukje angst van oké, maar dadelijk heb ik die opleiding afgerond en dan? Want ja, dan moet je in één keer wel even iets gaan doen en zorgen dat je klanten hebt en die klanten kunt houden. En het hele totaalpakketje van oké, waar zit er dan achter die opleiding? Dat maakt het denk ik wel spannend om die stap ook te wagen. En wat heeft je doen, wat is er gebeurd waardoor je toch dat besluit hebt genomen? Want er zijn nogal wat belemmerende overtuigingen die je had eigenlijk, hè? Van die je tegenhielden om die stap te zetten. Uiteraard in gesprek gegaan met mijn partner ook wel van, hoe staan we er financieel natuurlijk voor? Ook wel gekeken, heel duidelijk op papier gezet van oké, dit is wat ik nu doe. En ik moet ook eerlijk toegeven, ik twijfelde voordat mijn zwangerschapsverlof ging, twijfelde ik al van is dit mijn baan en wil ik dit nog de komende 5 jaar blijven doen. Dus het kwam eigenlijk op een goed moment, zeg maar. Maar ik heb wel heel duidelijk opgeschreven van oké, wat vind ik nu leuk in mijn werk? Wat zoek ik eigenlijk als ik een andere baan zou willen? En matcht dat dus met een stukje VA. Daar kwamen eigenlijk alleen maar plusjes uit van oké, die VE dat past gewoon precies. En spannend gaat het toch zijn, maar dan gaat het bij een nieuwe baan ook zijn. Dus daar heb ik eigenlijk een beetje aan gekoppeld van nou, dan moet ik misschien... Ik ga het gewoon in kleinere stappen zetten en dan is die opleiding is deel 1. En of ik daarna een ondernemer word of niet, dat is deel 2. Dat kan altijd nog. Maar ik word er in ieder geval nooit stommer van om in ieder geval de opleiding alles te volgen. Het zou natuurlijk zonde zijn om er niks mee te doen uiteindelijk. Maar dat was voor mij wel dat ik dacht, oh ja, dan heb ik het wel meer... Het is niet meteen als ik die opleiding begin, dat ik dan over 1,5 jaar uit loondienst ben en in één keer maar mijn eigen boontje moet op. Zo is het natuurlijk ook wel niet. Nee. En in het gesprek met Dennis, toen hebben we ook wel heel erg naar voren gehaald van oké, maar is het dan te combineren? Want ja, je wil je loondienst ook niet meteen opgeven, je moet toch iets opbouwen. En dat was voor mij denk ik ook wel de overtuiging om uiteindelijk te zeggen van, nou weet je, ik kan het gewoon langzaam op gaan bouwen en dan heb ik eerst 1 klant, misschien 2. En als het merktijd heel goed loopt, kan ik altijd nog besluiten om met loondienst te gaan. Maar ik heb er niks. Het is niet dat ik iets moet inleveren, zeg maar. Nee. Dus dat is denk ik mijn grootste overtuiging geweest om toch door te pakken. Ja. En hoe is die reis voor jou gegaan? Want je bent gestart.
En hoe is dat proces voor jou verlopen in het begin van het opstarten van je bedrijf? Hobbelig. Want ik dacht, nou, dit doe ik wel even met de baby. Daar viel tegen. Dat was uiteraard achteraf, denk ik, ja, dat had ik kunnen weten. Maar goed, toen leek het een heel goed idee. Ik ben wel heel snel dat ik dacht, oké, ik ga dit nu doen, dus ik ga het ook doorpakken. Dus ik heb eigenlijk in, ik moet even goed zeggen, volgens mij in mei toen de keuze gemaakt om de opleiding te starten. En ik dacht, ja, als ik nou dingen in praktijk wil gaan brengen, dan moet het ook gewoon staan. Dus ik heb me in augustus toen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En die praktische zaken heb ik eigenlijk meteen doorgepakt. Het was wel pittig om het te combineren met zowel het moederschap als nog in loondienst werken, als een huishouden en een sociaal leven, alles bij elkaar. Ja. Ook wel met de opleiding waar je dan denkt, oh ja, ik wil er natuurlijk het meeste uithalen en daar ook wel echt volle bak voor gaan. Maar soms lukte dat gewoon niet. Maar eigenlijk heel veel met mensen in gesprek gegaan van, oh, ik ben dit aan het doen. En ook wel transparant geweest naar mijn baas in loondienst toen van, nou, dit speelt er op de achtergrond. Ik weet nog niet hoe het gaat lopen, maar weet er in ieder geval van. En ik heb toen uiteindelijk, had ik bedacht dat ik in 2022 toen al uit loondienst zou gaan. Alleen toen raakte ik zwanger van de tweede. Mooi cadeautje, maar was niet helemaal volgens de planning. Dat had zeg maar volgens planning iets later zou zijn gebeurd. En toen dacht ik, ja, error. Want nu kan ik, ja. Nu is het helemaal niet handig om uit loondienst te stappen. Dus toen heb ik een heel goed overleg en met dank aan mijn baas destijds toch nog een jaar extra in loondienst gewerkt. Maar daarnaast eigenlijk wel mijn klanten al een beetje opgebouwd. Dus toen ik uit loondienst ging, uiteindelijk 1,5 jaar geleden, had ik al 2 klanten gewoon voor vast, zeg maar. Ja. En toen dacht ik, nou ja, we geven het gewoon wat tijd. We zien het wel. We hebben een aantal maanden die we kunnen overbruggen, financieel gezien. En als niks is, dan ga ik wel in de horeca werken op een Albertijn. Maakt niet uit. Maar er is genoeg werk. Hè? Die luxe is er op dit moment gelukkig. Ja. Dus ja. Dacht, nou, er is genoeg werk. Als het er echt niet aan uitkomt, dan heb ik zoiets anders gevonden. Het zou jammer zijn, maar het kan. En nou ja, toen heb ik eigenlijk heel veel rondgebuurd van, nou, dat ben ik aan het doen. En via kwamen eigenlijk een aantal hele mooie kansen op mijn pad. En die heb ik genomen. En toen zat ik binnen 2 maanden vol. Dus toen had ik in één keer dat ik dacht, oké, dus ook wel weer intens, maar wel echt superleuk, echt heel veel van geleerd. En ook wel de kans gekregen om ook te mogen leren. Want mensen wisten natuurlijk van mijn situatie, ik ben er ook overal heel open over geweest van, nou, ik heb 2 kleine kids, ik kom net in loondienst, dus ik wil supergraag met en voor jou werken, maar ja, ik ben nog wel in mijn beginfase als het ware. En dat vond iedereen ook helemaal prima, dus nou ja. Nu ja. Zijn we 1,5 jaar verder. Ja. Ja. Ja, die open en eerlijkheid is zo ontzettend belangrijk. En heel veel vrouwen denken, oh ja, maar ik kan dat nog niet. Of ik kan daar nog niet aan voldoen. Of, weet je, en ik zeg gewoon altijd van, wees gewoon open en eerlijk. Ja. En dan zul je zien dat de mooiste dingen ontstaan. Ja. Je hoeft niet een schijnheilig te doen. Of je hoeft niet te bluffen. Nee. Zeker niet. Wees gewoon open en eerlijk. En dat is juist wat zo gewaardeerd wordt. Waardoor je zoveel mooie kansen en mogelijkheden krijgt. Ja, ja, absoluut. En jij dacht dus, ik kan altijd nog terug in loondienst. Dat was ook ooit mijn allerbeste mindset om die sprong te maken. En ik heb hem nooit meer nodig gehad. Maar bij jou was het ook de mindset van, ja, mocht het nou echt nodig zijn, kan ik altijd nog terug. En loondienst is precies hetzelfde. Ja. Maar je hebt het nooit meer nodig gehad. Maar het heeft je wel geholpen. Ja, zeker. Ja, dan zou ik die stap natuurlijk nooit durven nemen. Maar ja, het heeft heel erg geholpen. En wat ook mooi is, is dan ga je in het vertrouwen. Ja. Dan ga je in de mindset in het vertrouwen. Niet in de mindset van, oh, ik moet klanten. Ja. Dan is het een negatieve lading onder. En als je in het vertrouwen gaat, dan zul je zien dat de mooiste dingen gebeuren. Ja, nou, dat blijkt. Mooi. Binnen 2 maanden zat je vol met klanten. Hoeveel klanten had je toen? 5. 5 klanten, ja. En wat heeft voor jou heel goed gewerkt om je klanten te vinden? Nou ja, vooral het stukje
erover praten. Dus kenbaar maken wat je doet. En uiteindelijk zijn mensen toch wel vaak van via. Ik ken haar toch nog wel. Of leuk dat hij daar zegt. Ik ken nog wel iemand. Weet je dat? En eigenlijk mijn grootste klant die heb ik toen via de Business Babe via Facebook. Zij postte eigenlijk een berichtje. En daar heb ik gewoon heel ook een soort van open sollicitatie op gestuurd van hey, leuk. Sluit aan, zullen we eens in gesprek gaan? En dat klikte eigenlijk van beide kanten uiteindelijk heel erg goed. Dus dat en de rest is eigenlijk allemaal via gekomen wel. Ja, mooi. Ja. Wat heeft jou, als je kijkt naar de start van je bedrijf en het succes wat je daarin hebt gehad, wat is daarin heel belangrijk voor jou geweest? Dat het een succes is geworden? Dat je vol met klanten bent geraakt? Ik denk wel het vertrouwen vanuit mijn omgeving. Want wat je net benoemde van het idee hebben van ik ken nog niet genoeg. Ik weet nog niet wat ik kan. Dat had ik zelf heel erg. Terwijl mensen dan om mij heen me heel erg de spiegel voorhielden van ja, maar kijk eens wat je wel al hebt gedaan en wat je wel al kan. En mijn vriend heeft een eigen bedrijf en die zegt ook, als ik daar ooit mee meedenk, dan zegt hij, Jezus, wat ken jij veel programma's en hoezo weet jij dit allemaal? Dan denk ik, ja. Hoezo weet ik het eigenlijk allemaal? Ik weet eigenlijk best wel veel. Dus dat stukje vertrouwen waar je dan vanuit je omgeving ook weer terugkrijgt, zeg maar. Daar heeft me denk ik wel het meest daarin geholpen. Ja. Ja. En als je nu kijkt naar die reis. Wat ben jij gaan doen voor ondernemers qua werkzaamheden? En wat is waarin ben je de eerste jaren het meest gegroeid qua ontwikkeling? Ik heb me vooral bezig gehouden met het stukje achter de schermen, dus mailboxbeheer, een stukje social media heb ik best wel veel gedaan eigenlijk. Maar ook de systemen, dus bijvoorbeeld masterclasses inplannen, dat soort dingen zeg maar, funnels maken, dat stuk. En ik denk dat ik het meest, sowieso op praktisch gebied, al die dingen ben ik heel veel gegroeid, want dat deed ik voorheen allemaal niet. Nee. Maar ik denk dat ik het meest gegroeid ben ook om inhoudelijk mee te kijken naar van oké, als een ondernemer dan zei, ja, ik loop hier eigenlijk op vast. Of hoe denk jij er dan over? Dat ze mij op een gegeven moment ook wel zagen als stukje sparringspartner van, jij kent mijn bedrijf natuurlijk naast mij het beste. Dus hoe kijk jij dan tegen bepaalde dingen aan? Want ik heb wel een bepaalde visie, maar jij kijkt daar weer heel anders tegenaan. En ik denk dat ik daar het meeste in gegroeid ben. En ik op een gegeven moment dacht, ja, maar dit is ook gewoon op de inhoud super tof om over mee te denken. Want ja, je hebt natuurlijk, als je bezig bent om voor iemand te werken, dan denk je, misschien moet je het zo eens aanpakken of zo. En op een gegeven moment kreeg ik ook wel het vertrouwen en de stimulatie zeg maar, vanuit mijn klanten. Van, ik vind het juist heel fijn als je dat doet. En daar, we merken dat je ook weer juist met hele leuke inzichten komt. Dus blijf daar ook vooral doen. Nou ja, daar heeft denk ik ook wel de meeste groei bij mij veroorzaakt. Ja. Ja, mooi is dat, hè? Ja, supermooi, ja. En dat is natuurlijk ook, kijk, als VA sta je zo dicht bij je klanten. Ja. Ik schreef er deze week nog een mail over. Je doet zoveel meer dan alleen maar taken uit handen nemen. En dat is, kijk, ik heb ook één VA en zij is grafisch ook heel sterk, maar dat moest ze ook echt, dat ging ze leren vanaf het begin. Mm-hmm. 7 jaar geleden startte ik al met de samenwerking met haar. En op een gegeven moment gingen we best wel iets ingewikkelds doen, grafisch. Dus ik dacht, dan ga ik mijn grafisch vormgeefster inschakelen. Toen zei zij, laat mij maar eerst eens kijken wat ik allemaal kan doen. En ik vond dat zo fijn, want ik heb gewoon bij haar aan een paar woorden genoeg, omdat je zo goed samenwerkt. Yeah. En ze werkt in de programma's waarin ik ook kan. Dus ja, dat is voor mij gewoon ook een reden om voor een VA te kiezen, in plaats van weer een extern persoon. En dat is die, dat je zo dichtbij staat. En ook, ja, weet je ziet dingen, je ziet ergens anders dingen, je kan het gewoon teruggeven. Ja. Niet in het kader van, dat moet je zo doen, maar goh, heb je hier alles aan gedacht of dat? Ja, dat is toch leuk? Ja, dus het is veel meer dan ondersteuning. Ja. Ja, je bent echt op een gegeven moment gewoon onderdeel van het team. En inderdaad niet alleen maar van, hier heb je de klusjes en succes ermee. Nee. Maar ja, ook gewoon, intiem is niet het goede woord, maar als je ziet hoe dichtbij dat je komt, dat je bijvoorbeeld in een mailbox mag, dat je op een gegeven moment bepaalde inloggegevens krijgt, dan denk je, je moet wel echt een sterke vertrouwensband hebben, creëren, hebben en houden, zeg maar,
om zo dichtbij te mogen komen. Dus, zeker. Ja. Ja. Ja, dus ja, ik zeg altijd de e-players op afstand, hè. Ja, ja. Dus het zijn echt de e-players op afstand. En ik vind het heel vaak dat het echt onderschat wordt. Ja. Ik voelde dat zelf ook wel toen ik startte als VA in 2015. Voelde ik dat al. En ik vind nog steeds dat dat heel vaak onderschat wordt. Kijk, als je start, dan hoef je niet bang te zijn van, oh, dat moet ik allemaal nu al kunnen. Nee, want dan groei je vanzelf in. Dat zei jij ook al. Dat is gewoon een logisch gevolg. Vanuit plezier, vanuit enthousiasme. Ja. Toch? Ja, ja, zeker. Ja. En voor mijn gevoel is het ook, je leert gewoon elke keer iets bij. Het is ook niet dat je er stommer van wordt, zeg maar. Het is niet dat je denkt, oh, ik heb nou iets geleerd. En misschien heb je er later niet meer zoveel aan. Maar het is nooit dat je denkt, oh, deze kennis, daar heb ik echt helemaal niks meer aan, zeg maar. Dus, Nee. En jij zei van, ik ben werkzaamheden gaan doen die ik voorheen eigenlijk helemaal niet deed. Want jij zat eerst in de zorg, toen hospitality. En eigenlijk ben jij dus compleet andere taken gaan doen, buiten dat je dat organisatorische stuk natuurlijk ook wel in je had. Ja, klopt. Maar alle systemen, alle dingen die je ging doen, was eigenlijk allemaal nieuw. Ja, allemaal nieuw. Dus ik heb heel veel uren doorgebracht aan onderzoeken, uitzoeken hoe dingen werkten, YouTube-filmpjes kijken. Maar ja. En hoe heb je dat proces ervaren? Hoe kijk je daar nu op terug? Dat leerstuk. Ja, superleuk. Ja, ik vind het sowieso leuk om nieuwe dingen te leren kennen. Maar ook wel dat je denkt, oh ja, je kan eigenlijk zoveel meer. En er zijn eigenlijk zoveel makkelijke hulpmiddelen die ik nou ook gewoon in mijn eigen bedrijf kan inzetten. Dat ik denk, oh ja, nou, waarom, hoezo heb ik dit nooit bedacht, zeg maar. Want het is gewoon fantastisch dat je dit kan gebruiken. Ja. Dus het is gewoon leuk om dat uit te zoeken. En het kost wel veel energie, want je merkt wel, ja, je hebt natuurlijk... Ik had toen nog mijn baan als loondienst. Je hebt je nieuwe klanten. Je wil je bedrijf opstarten. Je bent met zoveel bezig. Dat het soms ook best wel lastig is om daar dan je weg en je energie in te vinden. Om daar dan goed te kunnen balanceren. Dat je ook niet doorslaat in, oh, ik ben nou 2 uur al naar een programma aan het uitzoeken. Terwijl ik eigenlijk ook al 1,5 uur werkzaamheden had kunnen doen, zeg maar. Dus daar vond ik wel best wel lastig om daar een goede balans in te vinden. Maar... ja, als ik zie waar ik er nou allemaal mee kan, dan denk ik, ja, het is het absoluut waard geweest. Ja, heel veel vrouwen zien daar tegenop. Tegen dat stuk. Ja, zag jij dat toen ook tegenop van tevoren? Ja en nee. De ene kant is niet omdat ik dacht, oh leuk dat ik weer iets nieuws kan leren. En dat ik er uiteindelijk zelf dus ook als eigen ondernemer gewoon weer heel veel profijt van heb. Maar ik snap... Ik had toen ook wel zoiets van, oh, moet ik weer iets nieuws, weer een nieuw programma. En iedere klant gebruikt ook weer iets verschillends. Maar het heeft me niet belemmerd om daarin te zeggen van, nou, dan ga ik iets niet doen. Want uiteindelijk zijn heel veel programma's gewoon super makkelijk terug te zoeken, bijvoorbeeld op YouTube. Of als je even met die klant zegt, nou, weet je, kun je me even 1,5 uur zo erheen loodsen. Dat je de basis dan in ieder geval al hebt staan. En al die kleine dingen, die kun je altijd nog navragen of opzoeken. Ja. Ja, dat is het. Hè. Het is net als dat je met een andere baan begint. Zijn er ook andere systemen, andere werkwijzes. Ja. Moet je het ook eigen maken. Ja. Het wordt heel vaak opgeblazen van degenen die willen starten. Die daar toch wel tegenaan hikken. En dat is dus belangrijk, omdat je het gewoon kleiner maakt. En in het begin heb je leertijd, maar dat is je eigen investering. Niemand ziet dat jij 2 uur lang bezig bent geweest met een programmaatje. Nee. Dat ziet niemand. En dat is gewoon je eigen leertijd. En dat heb je vooral in het begin. Hè? Vooral het eerste jaar, denk ik. Hè? Ja, klopt. Ja. En ik heb er uiteindelijk wel een win-win van gemaakt. Want ik dacht, nou dan... als ik ze toch moet leren, dan maak ik er meteen een workflow van. Dus die heb ik dan gemaakt en weer doorgestuurd naar mijn klant. Dat die dan kon zeggen, oh ja, dat is chill. Want als ik dus nieuwe medewerkers krijg, kunnen die daar ook meteen aan de hand van die workflow oppakken. Ja. Dus ja, daarmee heb je dan uiteindelijk... En je schrijft het voor jezelf helemaal uit. Dus je hebt voor jezelf altijd een naslagwerk. Maar ook meteen voor je klanten. Je kan laten zien, nou, dit is dus ook wat ik kan doen. En dit helpt jou weer in je bedrijf. En dat wordt ook wel heel erg gewaardeerd. Dus, Ja. Hey, en had jij klanten? Waren dat allemaal verschillende klanten? Of vooral uit een bepaalde branche of niche? Nee, ik had heel veel verschillend. Ja? Ik heb een uitzendbureau geholpen. Een interieurbedrijf, een fotograaf,
een iemand die in de cultuursector zit, zeg maar. En iemand die kindertekeningen leest. Dus echt expert is op het gebied van kindertekeningen. Dus het is echt helemaal de andere kant op. Ja. Leuk, hè? Ja. Ja, superleuk, ja. Heel ook uitdagend. Ja, ja, en wat ik net al zei, van, het is leuk om in elk bedrijf een beetje mee te kijken. Maar nou merk je dus ook dat je in verschillende sectoren en dan daar ook alweer veel meer raakvlakken hebt, zeg maar, dan dat je op één specifiek iemand zit. Ja. Dus ja, mooi. Ja, heel bijzonder. En als je nu eens gaat kijken naar, want je hebt nu een volgende stap in je onderneming gezet, daar gaan we het zo over hebben. Als je nu terugkijkt naar de samenwerkingen die je hebt gehad met je klanten. Mm-hmm. En je mag daar één heel bijzonder moment uit pakken. Waar denk je dan als allereerste aan? Weet je. Ja, dan denk ik toch wel bij die expert in kindertekeningen. Dat ze op een gegeven moment wel echt zei van ja, ik merk gewoon dat ik ook inhoudelijk heel veel aan jou heb. En dat je bent gewoon echt een verlengstuk, zeg maar, van mij. Dat heeft wel echt indruk gemaakt dat ik dacht, oké, zo kun je mij dus ja, ook zien, zeg maar. Niet dat ze anders op mij neerkeken, hoor. Maar meer dat ik voor mezelf wel het gevoel had van, oké, ik ben maar een VA, om het zo maar even te noemen. Dat was niet zo, dat weet ik inmiddels. Maar ze voelden wel van, ik heb alle de praktische zaken uit handen genomen. Maar zij zei op een gegeven moment wel echt van, ja, je bent gewoon een verlengstuk van mijn business. En ik ben zo blij dat ik ook met jou gewoon die sparring dingen kan overleggen en dat ik wel echt dacht, oh wow, dit kan dus ook, zeg maar. Dus dat is denk ik wel het meest dierbaar. Ja, dus was dan het verschil? Van tevoren dacht je, ik ben alleen maar een VA. Ja, het is een... En hoe kijk je er nu op terug? Toen had ik denk ik heel erg het idee, ook gewoon dat ik natuurlijk nog startende was, van ik moet alle praktische dingen uit handen nemen, maar ik ben eigenlijk maar dat er meer een hiërarchie in zou zitten, zeg maar. Dat idee had ik toen heel erg van, nou, jij bent een opdrachtgever en jij geeft mij taken en ik moet die uitvoeren en that's it. Mm. En vanaf dat moment dat zij dat eigenlijk benoemde, toen dacht ik, ik ben dus inderdaad wel echt gewoon, we staan meer gelijk en ik ben jouw rechterhand die dingen uitvoert voor jou. Maar eigenlijk, want normaal zou je dit zelf doen, dus eigenlijk ben ik niet een werknemer die jouw taken oppakt, ik voer ze uit voor jou. Ja, dat is een beetje hetzelfde, maar je snapt misschien de nuance. Ja, zeker. Ja, meer op gelijkwaardig niveau bezig. Ja, dat. En dat was voor mij wel ook wel, denk ik, echt zo'n mindset dingetje dat ik dacht, oh ja, dit is misschien ook wel meer waar ik naar op zoek was om het echt als team als team te doen en niet per se van als werkgever, werknemer, zeg maar. Precies, ja. Precies. En hoe heb jij de waardering ervaren van jouw klanten van de samenwerking? Zijn er nog bepaalde dingen in de samenwerking gebeurd als blijk van waardering die jou heel erg verrast hebben? Een kerstpakketje krijgen omdat ze dan zeggen van nou, jij bent ook werknemers krijgen altijd een kerstpakket, jij ook. Of ja, dan ja, dat. Maar ook gewoon eens af en toe een berichtje tussendoor met hey, super tof dat je dit hebt gedaan. Of oh, ik ben zo blij dat je het op deze manier hebt gedaan, want dat geeft me weer een heel nieuw inzicht. Ja, dus is helemaal leuk om te horen, want het bevestigt natuurlijk dat je je werk goed doet. En ik heb toen met iedereen ook wel afgesproken van nou, we gaan, volgens mij komt er ook uit jouw modules naar voren, van je doet eerst een maand of twee maanden proef. En dan besluit je dus van, nou, we gaan die samenwerking doorzetten. En ik heb toen met iedereen afgesproken, nou, we doen één keer in het half jaar gewoon even een soort telefonische mini-evaluatie. En één keer per jaar dan ook wel echt gewoon goed kijken. Nou, en iedereen heeft elke keer gezegd, nou, ik wil gewoon graag verlengen, want het gaat goed. Dus ja, dat was mij geen groter compliment krijgen dan dat. Dus, precies, ja. Ja. En zijn er nog dingen die in het werken als VA anders zijn uitgepakt dan dat je van tevoren had verwacht? Niet per se. Maar ik denk dat uiteindelijk
voor mezelf wel. Ik denk dat ik het, voor mezelf meer het plaatje had van oké, ik doe inderdaad echt de mailbox weer en de planning. Het is natuurlijk wat je afspreekt van tevoren met je klant. En aan de ene kant was dat heel positief, want ik merkte dat mijn klant op een gegeven moment steeds meer doorschoven. Nou, dat is natuurlijk ook heel fijn dat ze er vertrouwen hebben om dat te doen. Maar dat vond ik ook wel heel erg lastig op een gegeven moment om dan nee te moeten zeggen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik weet niet, maar we hebben maar zoveel uren afgesproken en ik heb ook gewoon niet meer uren. Dus waar ga ik dan mijn grens trekken? Want de dingen die mij toegeschoven werden, waren natuurlijk steeds meer de diepgaandere dingen in het bedrijf. Waarvan ik dacht, ja, dit vind ik eigenlijk veel leuker dan die mailbox weer of die social media berichten maken. Maar ja, daar was ik wel voor aangenomen. Dus die balans daarin heeft denk ik wel, die was denk ik wel anders dan ik op voorhand had bedacht. Ja. Ja. Maar en hoe heb je dat toen opgelost? In het begin dacht ik, ik creëer wel extra uren. Want ik vind het te leuk om te laten gaan. En ik wil daar vooral heel veel ervaring uit halen. Maar op een gegeven moment merkte ik ook wel dat dat gewoon niet lukte. En dat ik dus steeds meer dingen ging uitstellen. En dan niet dat ik het niet meer deed. Maar meer in de zin van, oh ja, maar dan moet hij dus 2 weken wachten. En dacht ik, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon, als ik iets krijg, wil ik dat gewoon kunnen afronden. En gewoon ook dat ze denken, nou, het wordt gewoon meteen opgepakt. Fijn. Dus daar ben ik wel met een aantal klanten over in gesprek gegaan van, nou, hoe zie je het dan precies voor je? Wat vind je belangrijk? Wat heeft de prioriteit? En als daar een keuze in is om te zeggen van, nou, ik laat het toch door jou doen. En ik vind het niet erg om daar een maand op te moeten wachten. Nou, prima. Dan ruim ik daar die tijd voor in, zeg maar. Ja, precies. Maar daar heeft wel, ja, praktisch wel wat dingen gevraagd, ja. Ja, ja, ja. En op jouw top, qua uren, je had 5 klanten, hoeveel uren werkte je als VA? Op papier 24. En ik denk, in praktijk een uurtje of 28, 30, zoiets. Ja, wel iets meer. Ja. Ja. En hoe heb jij dat gedaan met je jonge kinderen? Want er zijn wel meer vrouwen die die stap ook willen zetten en... Ja, misschien ook nog wel ooit kinderen willen krijgen of net op dat punt staan. Hoe heb jij dat kunnen combineren met je gezin, jonge gezin en je werk en het opstarten van je bedrijf? Ik heb de opleiding natuurlijk net na mijn zwangerschapsverlof gedaan. Dus daar kon ik veel 's avonds doen. Ik heb toen, ik gaf toen borstvoeding. Dus ik heb ook heel veel tijdens de borstvoeding gewoon op mijn telefoon zitten lezen. Ja. Natuurlijk wel met de aandacht voor mijn dochtertje, maar gewoon wel dat ik dacht, oh ja, ik zit nu toch 's nachts in mijn eentje. Dus dat was daar wel weer heel prettig in. Dat was natuurlijk ook midden in coronatijd, dus er was gewoon heel veel tijd omdat de sociale verplichtingen wegvielen, omdat je eigenlijk niemand zag. Nou, dat was in dat opzicht natuurlijk perfect. Maar ik heb er toen wel ook in overleg met mijn vriend heel bewust toen voor gekozen van, nou, we gaan wel gewoon de opvang doorzetten. Toen zat ik natuurlijk ook nog in loondienst. Maar ook al zou ik uit loondienst gaan, ze blijven gewoon naar de opvang gaan. Dat ze ook gewoon hun eigen dingen hebben, maar dat ik ook gewoon de ruimte heb om dan mijn dingen op te pakken en verder uit te bouwen. En ik heb er ook gewoon 's avonds wel uren voor ingeleverd en nooit in het weekend moeten zeggen van, nou, ik ga iets niet doen wat ik wilde graag. En hoefde dan niet per se meteen het hele weekend geblokt te zijn, maar wel dat ik daarin dan zei van, nou, ik ben zaterdagochtend, sluit ik me even af. Dan wil ik hier voor me zitten. En dat een beetje. En ook daarin wel weer heel veel met mensen over gehad. Van, oh, hoe doen jullie daar bij jullie op het bedrijf? En ken jij een VA? Dus daar ook gewoon met anderen over in gesprek gaan. En dan merk je dat er heel veel dingen eigenlijk wel weer terugkomen in het van, maar ik doe ook wel eens een zelfstudie. Of ik doe ook wel eens een cursus. En dat doe ik dan op die en die momenten. Dus dat eigenlijk helemaal niet zo gek. Want ik had in het begin al gezegd van, maar dan moet ik echt een studie gaan doen en er tijd voor vrijmaken. En terwijl dat eigenlijk allemaal achteraf gezien, als dat je een half uurtje per dag pakt, nou, dan ben je er eigenlijk al zo, zeg maar. En heel veel dingen zijn er niet. Net als de tools en de programma's zijn misschien wel nieuw. Mm-hmm. Maar ik merkte dat ik ook heel veel dingen uit loondienst al mee kon nemen. Dat ik dacht, maar op mijn werk nu doen ze dat zo. En hoe zou ik dat dan voor mezelf doen? Of hoe zou ik dat dan voor een andere klant? Misschien kan ik dat wel combineren. Of misschien kan ik dit daar ook weer eens toepassen. Dus daar ook wel mijn ervaring uitgehaald, zeg maar. Ja, dus je kon eigenlijk veel meer gebruiken vanuit je werkervaring als dat je van tevoren had bedacht. Ja,
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, fijn is dat, hè? Super fijn, ja. Je hebt stiekem gewoon heel veel in je rugzak zitten. Veel meer dan je zelf denkt. Ja, eigenlijk wel. Achteraf wel, ja. Ja. En toen heb je 3 jaar dus als VA gewerkt. Ja, klopt. Ongeveer vanaf de start. Ja. En toen heb je de volgende stap gemaakt. Ja. Wil je daar iets over delen? Zeker. Ja, ik merkte dus dat ik op een gegeven moment dacht, ik vind het heel leuk om het verlengen te zijn van iemand en mee te denken over de inhoud. Maar ik merkte ook wel dat ik een beetje met mijn klanten, ja, ik een beetje hetzelfde als een loondienst begon te krijgen van, nou, ik doe heel veel hetzelfde, zeg maar. Heel veel social media werd ook wel gevraagd. Dat is nou niet per se mijn tak van sport. Dus ook wel dat ik dacht, ja, wat wil ik nou? Ik weet het niet zo goed. Eigenlijk heb ik het liefst dat ze gewoon iets over de schutting gooien en zeggen, nou, deze tijd staat ervoor, regel maar, succes ermee. Ja. En toen ben ik eigenlijk ook weer via bij iemand in een soort van startversnellerstraject gekomen. Dus 12 weken gewoon knallen met je bedrijf, zeg maar. Ja. En met haar, dus een business coach, ben ik uiteindelijk ook verder gegaan in een vervolgtraject om eens te kijken van, nou, ik weet waar ik ongeveer wil, maar ik weet niet hoe ik er vorm aan moet geven. Help. Ja. En met haar ook een beetje gaan kijken van, nou, hè, hoe kun je daar dan inderdaad vorm aan geven met dat, ik gooi iets over schutting. Nou, daar kwam eigenlijk een beetje projecten en evenementen op uit. En wat mij betreft dacht ik, ja, vind ik allebei leuk, kom maar. Maar ze zei ook wel heel bewust van, nee, je moet je wel echt gaan focussen op één ding, want anders dan ga je het gewoon weer voor jezelf te groot maken. Ja. Ja. En het gevaar bij projecten was voor mij heel erg, dat je dan ook natuurlijk langlopende projecten gaat krijgen. Terwijl ik juist die variatie en naar binnen kijken in verschillende bedrijven zo leuk vind. Dus toen heb ik de keuze gemaakt van, nou, dan ga ik door op evenementen. En dan wel specifiek gericht op ondernemers. Dus echt wel het wel dat stukje van, ik wil in het verlengde blijven van ondernemer, kortdurend onderdeel worden van jouw team, zeg maar. Maar wel ook met een duidelijk einddoel in zicht. Dus dat je naar iets toe werkt. Als het goed is, is dat dan heel leuk. En dan sluit je af en dan ga je dus weer door naar de volgende. Ja, en daar merkte ik wel van, oké, dit voelt veel fijner om naar dat resultaat toe te werken, zeg maar. Ja. Dus die keuze heb ik eigenlijk iets meer dan 1,5 jaar geleden gemaakt. Ja. Daar zit ik nu in. Dus ik heb nu ook, ja, ik sinds 1,5 maand geleden mijn VA-klanten eigenlijk allemaal doorgeschoven naar nieuwe VA's. En nou zit ik zelf echt in de evenementensector. Ja. Ja, mooi hè. Dat zeg ik ook vaker. VA is stap 1. Het hoeft geen eindstation te zijn. En wat, kijk, sommige klanten van mij vanaf het begin die de opleiding hebben gedaan, die werken nog steeds als VA. En sommige zijn inderdaad ook al doorgegroeid. En dat is het mooie, hè? Want als je daar niet was begonnen, was je niet zomaar misschien hierin gestapt. Nee, zeker niet. Nee. En ik denk ook wel echt. Dus nu ben je echt. Wat zei je? Ik denk ook wel dat je echt als VA zijnde, zeg maar, op een gegeven moment merkt van, oké, hier ligt mijn kracht. En dat je daarin misschien ook een stukje specialisatie gaat ontwikkelen, zeg maar. En dat je vanuit daar, hè, wat je net zegt, dat je vanuit daar dan de opstap als VA kunt gebruiken om dan die specialisatie te zoeken. En of dat dan als VA is of niet, dat maakt dan niet uit. Maar, Nee, ik denk ook wel echt in de markt heel belangrijk is om steeds verder te specialiseren. Dat zeg ik ook. Hoe specialistischer je wordt, hoe meer je kiest, hoe meer je gekozen wordt. Ja. Maar in het begin mag je nog even ontdekken en spelen en voelen. Wat vind ik nou leuk? Want dat zijn we heel vaak afgeleerd als volwassenen. Ja. Nee, je moet een diploma hebben. Je moet zoveel ervaring hebben voordat je een bepaalde functie kan doen. Dus dat hele systeem, daarin zijn we zo gepokt en gemazeld, zeg maar, van, ja, zo hoort het. Nee, zo hoort het niet. Hoe het hoort is spelen, ontdekken, genieten. Maar ja, dat valt gewoon binnen een baan en loon niets niet mee. Nee. En ja, als je die stap zet als VA, dan ga je dat wel doen. Althans, dat is wat ik altijd stimuleer. En vervolgens komt daar wellicht nog een verdere iets uit waarin je verder gaat als VA of je gaat jezelf anders noemen, maar je komt steeds meer dichterbij wat je
nog leuker vind, nog meer over wil leren. En dat is zo mooi, vind ik, aan die reis, is dat je ja zegt tegen meer vrijheid, meer werkplezier, meer voldoening, meer groei. En als je van tevoren zoiets hebt van, nou, daar ga ik voor en ik kijk wel waar het me brengt, dan ga je zien dat de mooiste dingen ontstaan. Ja, zeker. Ja. En toen jij die keuze hebt gemaakt, je hebt nu al klanten gehad waarvoor je evenementen mocht organiseren. Ja. Hoe zijn die op je pad gekomen? Ook weer via. De eerste was eigenlijk mijn business coach. Die zei toen van, ja, ik ben jou nou aan het helpen. En ik twijfel zelf al zo lang over een evenement. En ik hoor jou nou praten. Dan denk ik, ja, waarom laat ik jou dit niet doen? Want ik vind het zo fijn hoe jij erin staat, zeg maar. Dus zij is ook echt klant bij mij geworden, zeg maar. Ja, superleuk. En zij coachte nog iemand anders die ook al langere tijd een evenement in gedachten had. Maar eigenlijk zei, ja, ik durf die stap niet te nemen. Dus zij heeft hem eigenlijk naar mij doorgestuurd van, nou, ga eens gewoon met Annie in gesprek. En als er niks uitkomt, ook prima. Maar misschien, ja, nou, daar hebben we een uur over gehad. En hij zei, ja, ik zie het helemaal voor me. Nou valt het kwartje, zeg maar. Dus daar heb ik dit eigenlijk ook voor mogen doen. En die heeft inmiddels ook overgevraagd of ik volgend jaar eens een tweede editie wil organiseren. Ja, superleuk. Ja, en ik zo via ook alweer, ook in mijn eigen netwerk wil dat mensen nou zeggen van, oh ja, wij willen ik dit nog graag ooit gaan doen. Maar ik hoorde van die en die dat jij de herrie gaat doen. Was het mogelijk, zeg maar. Ja. Dus ja, toch veel mond op mond. Ja, ja, mooi hè. Ja. Superleuk, ja. En dan voelt werken niet als werk, hè? Nee. Als je dit wat niet leuk vindt. Nee, maar ja, nou denk ik ook, oh ja, dan kan ik dit weer gaan doen. En, ja, nee, inderdaad. Het voelt gewoon echt niet als werken. Nee. Ja, supermooi. Ja. Hé, hey, en heb jij nog wensen, verlangens voor de toekomst? Specifiek voor iets? Nou ja, ik hoop natuurlijk dat ik uit mijn evenementen dadelijk wel een bepaalde naam kan maken als dat ik een hele grote word. Maar wel dat mensen mij gewoon voort weten te vinden. Ja. En dat ze ook wel kunnen zeggen van, nou, hey, als je met Annie gaat samenwerken, weet je gewoon dat het goed is, zeg maar. Precies. En ik denk in dat opzicht dat mijn niche in die zin nog redelijk, ja, uniek niet. Maar dat er niet heel veel mensen zijn die hetzelfde doen als ik nu, zeg maar, echt gespecificeerd op ZZP'ers. Dus ja, daarin wil ik gewoon vooral heel veel blijven ontwikkelen. En het zou natuurlijk leuk zijn als ik later ook een keer mijn eigen event kan organiseren. Of dat ik daar misschien ook een keer iets unieks neer kan zetten. Of ja, niet per se uniek, maar meer. Het hoeft niet per se hetzelfde te zijn als wat iedereen doet. Ik vind het juist ook heel leuk als daar. Ik had toevallig laatst met iemand over die zei. Om een keer dan iets gratis te doen. Ik weet niet hoe erop kwamen, maar in ieder geval toen uiteindelijk kwamen we eruit van, misschien is het wel leuk om bijvoorbeeld een keer een dakloze festival te organiseren. Dat we gewoon met allerlei ondernemers samen input geven en mensen iets teruggeven die daar normaal niet mee. Die daar normaal nooit zouden kunnen. Toen dacht ik, ja, ik zie dat helemaal vol, maar dat gaan we zo doen. Heel mooi. Ja. Zoiets zou ik heel leuk vinden, maar dat is nog allemaal lange termijn. En wie weet ook nog iets passiefs. Denk ook bijvoorbeeld niet per se van hoe ga je mensen leren een evenement op te zetten. Mm-hmm. Maar dat je wel een iets ontwikkelt aan mensen, bijvoorbeeld met checklisten. Of dat ze op een gegeven moment weten van, oké, als ik bij Annie een pakket bestel, nou, dan heb ik binnen no time mijn eigen event opgezet. Natuurlijk is het leukst als ze mij ook vragen. Maar dat ze wel gewoon ook kunnen zeggen, nou, voor de mensen die er net nog een stapje te ver is. Dus juist. Met zo'n pakket juist al wel vooruit kunnen. Dus zoiets. Ja, dat zou wel. Dat is een hele mooie, waardevolle toevoeging. Dat zou ik zeker doen. Ja. Ja, dan kunnen ze toch wel een beetje kennis maken met jou. En ze kunnen zelf vooruit. En als ze dan verder hulp nodig hebben, dan ben jij al in beeld. Dus zo werkt dat, hè? Ja. Superleuk. Hey, en als jij nog een hele belangrijke tip zou mogen meegeven aan vrouwen zoals jij van een paar jaar geleden die nog
ja, in vastzitten in loondienst en ergens voelen van, ik weet het niet. Welke tips zou jij ze willen geven waarvan jij vindt dat dat belangrijk is om een doorbraak te krijgen? Nou ja, ik die twee dingen waar ik het meest aan heb gehad. Dus gewoon even afwegen. Of ja, gewoon afwegen voor jezelf. Van nou, waar kan ik op terugvallen? Stel, het lukt niet. Heb ik dan een achtervang als in? Kan ik dan ergens anders in loondienst? Heb ik een beroep waar gewoon heel makkelijk te overbruggen is, zeg maar? Stel je die mindset gewoon wel houdt vanuit. Dat er is zoveel werk op het moment. Er is zoveel vraag naar van alles. Je bent niet verloren als je deze stap zou nemen, zeg maar. Dat denk ik eigenlijk vooral. En ook het gewoon durven. Ik heb ook vriendinnen die nou nog in loondienst zitten. En die zeggen, ja, ik weet het niet. Ik wil wel iets anders, maar ik weet niet zo goed hoe. Of ik weet niet waar ik naar moet zoeken. En ik vind eigenlijk niks echt leuk genoeg. Ja. Maar ja, als je niet weggaat, dan weet je het nooit. En misschien kom je daar ook wel op een plek waar je dadelijk wel denkt, oh ja, maar dit is het helemaal. En dan heb je dus inderdaad het VE-schap als opstapje. Misschien zit je na 2 jaar wel in loondienst mee voor een klant op je werk, maar dat je dat zo tof vindt. Nou ja, maar in dat opzicht heb je eigenlijk niks te verliezen. Dus nee. Als jij het zou mogen overdoen, zou je dan weer de stap als eerste zetten naar VE? Absoluut, ja. Ja, want ik denk dat ik zonder de opstapje nooit hier terecht was gekomen. Precies, ja dat is heel vaak. Ja. Ja. Daarom ben ik zo fan van het VE-schap. Het is gewoon, je kan alle kanten op. Aan één kant is de juiste, het volgen van je hart. Ja. Mooi, inspirerend. Ja, heel inspirerend. En ja, superleuk dat jij jouw verhaal wilde delen. Als luisteraars of kijkers jou nog ergens online willen vinden, waar kunnen ze jou dan vinden? Op Instagram en LinkedIn. Mijn website is nu onder constructie. Ja. Maar op Instagram als Attent Events and More. Dus leuk om te connecten, denk ik. Ja, superleuk. Dankjewel. Ik wens jou alle succes en vooral heel veel plezier. Lekker genieten van het ondernemerschap. Ja. En heel erg bedankt voor je aanwezigheid. Ja, bedankt dat ik erbij mocht zijn. Leuk.